Welkom. Je kijkt op deze 1 juni weer naar een gloednieuwe aflevering van Shownieuws Zomer. Zoals we al vertelden, neemt een van Vlaanderen's populairste groepen een pauze. Clouseau start op vrijdag 17 december hun 11e en voorlopig ook laatste Sportpaleisconcerten. Jaar in jaar uit vulde de band het Sportpaleis en dat was inmiddels een mooie traditie geworden voor de fans. Zonder twijfel zal het dit jaar dus ook een spetterende best-of-show worden, want fan of geen fan, je kan niet ontkennen dat Clouseau een hele hoop hits heeft gescoord. Deze week blikken we in Shownieuws Zomer terug op hun opmerkelijke carrière. Het begon allemaal in 1984 als een vriendengroepje waar in 1987 Koen en Chris Wouters bij kwamen. En het was eigenlijk pas bij het nummer Brandweer dat er een platencontract werd getekend. Net als voor vele Vlaamse artiesten nam ook Clouseau deel aan de Baccarabeker in 1988. Want toen zongen ze samen met Ingeborg het duet Verlangen. Hun deelname was goed voor de overwinning, maar de echte bekendheid kwam er bij de monsterhit Anne. Ze stond er maar liefst 9 weken mee op nummer 1. Je drinkt je koffie en begint zachtjes van te praten. Je kan het niet laten en toch moet je even gapen. Maar er is zondag, dus hoeven we vandaag nog niets te doen. We duiken terug de lakens en we vrijen tot de noem. Anne, als ik jou zie ben ik niet meer. Morgen gaan we verder met Clouseau. Nu zijn we traditioneel beland bij onze jarige van de dag. Een gelukkige verjaardag voor tennister Justine Henin, zij wordt 28, ex-zwemmer Fred de Burggrave 37 en Vitalski wordt vandaag 47. Proficiat. Afsluiten doen we vandaag met Daredevil Natalia. Langs het Netenkanaal in Viersel werd er zondag een heel speciale race gehouden. Natalia nam het in een Audi R8 op tegen een raceboot, een Ducati-motor en een helikopter. Spectaculaire beelden die we je niet wouden onthouden. Zet je schrap, ik zie je morgen terug. Dit is topkeer langs, op en boven het Netenkanaal. Achter het stuur van de sportwagen zit zangeres Natalia. Ik kan ook nog andere dingen dan zingen. En ik vind racen ook heel plezant. En ik leer er altijd wel elke keer wel wat meer mee bij. En ik vind dat vind echt heel leuk om te doen. De weersomstandigheden waren bar slecht. Uiteindelijk haalt de motor het nipt van de raceboot. Ik heb misschien wel de vergelijking pk-gewicht het meeste voordeel, maar het nat wegdek, de boot, water of regen, regen of geen regen, die zit altijd in het water, dus hij heeft totaal geen nadeel ondervonden van de regen. Natalia finishte als derde. Echt bangelijk. Ja, op het laatste waren er wel veel plassen en dacht ik. Maar ik heb juist op het laatste niet blijven plancher geven, omdat ik dacht niet te veel risico's nemen. Het was wel graaf. Niet te veel, hè? Dat is warm.